Het streeknieuws. Dit is het streeknieuws van het Land van Kuik. Met deze week windmolens in het Land van Kuik. De finale rit van Medworstrennen 2023. Hardloopbaan voor iedereen. Komborden in het Land van Kuik. Flessenactie voor slachtoffers van de aardbevingsramp. Kezen in Grave. Oudprins overlijdt tijdens carnavalsavond in Grave. En tenslotte het weer. Afgelopen week is bekend geworden dat het waterschap A aan de Maas van plan is om naast de waterzuivering en de A73 bij Haps 4 windmolens te ontwikkelen. We spraken de verantwoordelijke wethouder Bouke de Bruin hierover. Nou, voor het bod van de regionale energiestrategie moeten we energie opwekken door middel van wind en zon. En voor het Land van Kuik betekenen dat ongeveer 19 windmolens en circa 350 hectare aan zon wat aangelegd mag worden. En nu hebben we het over 4 windmolens in Haps-Oefeld. Ja, we hebben het inderdaad over 4 windmolens, maar geen hele hoge windmolens. Het zijn wat lagere exemplaren, want door de vliegcontouren die over het Land van Kuik komen, kunnen we niet daar op die locatie hele hoge windmolens plaatsen, maar moeten ze echt een tandje kleiner. En een tandje kleiner, hoe hoog spreken we dan over? Ja, de exacte onderzoeken moeten nog plaatsvinden. We zijn in een heel vroeg stadium met de omwonenden in gesprek gegaan, maar circa 110 meter. Dat is een beetje het maximale wat men kan verwachten. Maar ja, dan is er nog een hele opgave. Hoe gaan we die opgave dan halen? Dan opwekking, 325 hectare en 19 windmolens in totaal. Ja. Ja, dat is geen makkelijke opgave. Dus, want we lopen ook tegen de transportschaarste aan. Hè? Hoeveel elektriciteit we kwijt kunnen op het net. Dus enerzijds zijn we met Enexis en Tennet in gesprek om meer energie kwijt te kunnen. En anderzijds zijn we parken aan het vergunnen. En we hebben al wat parken vergund die eigenlijk aan het wachten zijn op een aansluiting. Dus we lopen voor op de werkzaamheden van Enexis en Tennet. Dus we zijn blij dat we ook met hen in gesprek zijn om zo snel mogelijk deze parken aan te sluiten. Is al onderzoek gedaan naar andere locaties waar windmolens zouden kunnen komen te staan? Ja, die onderzoeken zijn er geweest. Wij moeten in het Land van Kuik het beleid voor wind- en zonne-energie nog harmoniseren. Maar als je naar het Land van Kuik kijkt, is er eigenlijk alleen mogelijk in Boksmeer en in een heel klein stukje van Kuik. Want de andere 3 voormalige gemeenten, daar kunnen windmolens niet geplaatst worden vanwege de contouren van de vliegvelden. Het zou dus zo kunnen dat er een hele rits windmolens langs de A73 komen te staan. Nou, dat kan natuurlijk nooit zomaar. Hè? Daar moeten we goed in overleg met de omgeving. Maar de infrastructuur langs een bestaande weg zou wel een logische oplossing zijn in plaats van ze midden in het landschap te plaatsen of in de Maas heggen. Dan is naast een snelweg natuurlijk een mooiere plek om ze te plaatsen. Maar daarvoor moeten we het gesprek met zowel omwonenden aan als met onze raad. Wat doet dat met het zicht, zeg maar, het Land van Kuik? De Martinuskerk die is 65 meter hoog. Ja, en dan is er een windmolen. Ja, we zetten de windmolen uiteraard ook niet naast de Martinuskerk, want dat zou zonde zijn om hem daar te plaatsen. Het zijn ook flinke windmolens. Ik zal ook niet zeggen dat je daar even aan moet wennen als je daar langs rijdt. Maar we hebben ze heel hard nodig voor onze energieopwekking. Want ja, anders kunnen we straks onze telefoon niet meer aansluiten en onze iPad niet meer aansluiten. Volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die gelijk de telefoon willen grijpen als ze meer informatie willen hebben. Hoe gaat dat georganiseerd worden? Ze mogen natuurlijk altijd de gemeente bellen, maar voor dit specifieke initiatief gaat het waterschap ook informatiebijeenkomsten houden, waar je aan deel kunt nemen bij de posthoorn in Haps, dus een locatie die dichtbij ligt. Daar kunnen mensen ook hun zorgen uitspreken en wat ze nog meer te vragen hebben. Ik snap ook dat zo'n ontwikkeling echt wel wat doet met de omgeving, hè? Dat je daar graag meer van wilt weten. Dus de mensen die daar meer informatie over willen hebben, nodigen we ook van harte uit om daar naartoe te gaan. Volg actuele informatie over deze plannen via de website van het waterschap. Zien we de klaarveer van Medworst finale 2023. Dilano van Nune tegen Oudkunning Rens Verberg. En Dilano komt een duiker over. Bij de start even graag een beetje rustig. Maar onderweg moedig ze aan allebei. Want het is niet niks. 13 jaar gaat er maar aan staan en je komt meteen hier in de grote pool terecht. Ja, daar droomde van. En of je het dan houdt of niet, dan ben je toch een baas, echt waar. Dilano, jongen, ademhalen, hè, de wetten. En gas op die lolly, jongen. Gas op die lolly. Goed zo, moedig hem maar aan.
En hij is aan het opstappen naar zijn startvak. En Rens zit ook op zijn paard, op zijn volbloed. En die mag achteraan starten hier. En dan is het wachten op het signaal van Twan Striphout. En dan gaan we zien wie er in 2023 met de titel naar huis gaat. Is het een routinier of een debutant? Het is gruwelijk spannend. Even kijken of het gelijk opgaat. Rens is ook op de baan. Dilano is er bijna. Even kijken. En ze moeten nog een keertje draaien. Het was bijna goed getimed, maar ja, de puntjes op die hier, hè, die startcommissie, jongen, die onverbiddelijk, die gasten, dat moet perfect zien. Afan, er wordt wat gedraaid. Afan, jullie kunt het zien. Ja, ze zien los! En dan gaat Rens heen niet meer! En Dilano, die moet godgruwelijk op stoom komen, en dat doet hij ook! En Rens verbergt! Jongen, jongen, jongen! Dilano, jongen, gas met de beestje, gas! En hij komt eraan! Hij probeert er dicht te rijden, maar Dilano heeft tempo nu ook gevonden, zie ik! Ik ben ze kwijt! Ja, dan komen ze aan, mensen, met de finale 2023. Met aan de leiding Dilano! En dan vlak achter Rens Verbeek, met al zijn ervaring. En Rens die spoort hem flink aan. Rens die moet van weer goed maken. Het is nog steeds Dilano. Nog steeds Dilano. En gaan we het hier meemaken. Dat de mannen van 13 jaar. Koning van de Metros wordt. Dilano van Nuenen. Dilano van Nuenen. Rens Verbeek. Koning van de Metros. Dilano van Nuenen. Met 13 jaar. Wordt hier koning van de Metros. En verslot Rens Verbeek. Met 3-4 lengtes. De nieuwe gemeente Land van Kuik is nu ruim 1 jaar in deze vorm actief. Een nieuwe raad, wethouders en sinds kort met de komst van Marieke Moorman een nieuwe burgemeester. Aan het begin van 2022 is het logo van deze nieuwe gemeente gepresenteerd. Afgelopen weken zijn alle komborden van de 33 kernen vervangen. Het is alweer ruim 2 weken geleden dat er in Zuid-Turkije en Noord-Syrië een zware aardbeving plaatsvond. In Kuik zijn er acties gestart om de slachtoffers te ondersteunen. Ik ben Natasja Kilic. Ik ben hier een van de ouders op basisschool De Regenboog. Ik heb familie in het getroffen gebied zitten waar de aardbeving plaatsgevonden heeft. En ik voelde me zo machteloos thuis op de bank dat ik besloten had om contact met Anja te zoeken om te vragen of we een flessenactie konden starten voor het goede doel. Ik heb toestemming gekregen van Anja om een flessenactie te starten. De flessenactie begint vandaag tot en met 15 maart. En we hopen dat er heel veel kinderen en heel veel mensen uit de buurt zijn die ons willen helpen voor dit goede doel. Het geld gaat overgemaakt worden naar Giro 555. Oh, en wie ben jij dan en waarom heb jij die 2 hele grote zakken meegenomen? Ik heet Jisser en ik heb deze hele grote 2 zakken meegenomen, zodat de mensen in Turkije en Syrië heel mooie stevige huizen kunnen kopen en ook meer eten kunnen kopen. Want wat gaat er met deze flessen gebeuren dan? Dan krijgen ze statiegeld van deze fles en dan kunnen ze een steviger huis en meer eten hebben. Ja. Dus van dat geld worden dan weer nieuwe huizen gebouwd, hè? Ja. Ja, dat kunnen ze hard gebruiken. Nou, heel fijn dat jij zo hard aan die actie al werkt. Hartstikke goed. In Graven komen iedere maand spelletjesliefhebbers bij elkaar om te kezen. Wij gaan op onderzoek uit. Wij zijn in café Oud Graven en dan gaan wij iedere derde woensdag van de maand altijd kezen. Kezen, wat is kezen? Kees is een soort mens erg je niet, maar dan speel je het met een stok kaarten. En daardoor heb je veel meer mogelijkheden om elkaar lekker dwars te zitten. En je speelt het met een partner. Bestaat het al lang dat Kees? Ja, het bestaat al heel lang. Alleen hier in Graven is het pas een jaartje bezig eigenlijk. Maar nu is het best wel druk. Hoe werkt dat hier? Moet je inschrijven? Moet je lid worden van een club? Nee, je hoeft geen lid te worden van een club. Ik plaats iedere maand een oproepje op Facebook. En mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dan reageren van oh, wij komen ook. En vandaag zitten we op 21 personen. Ik kan me voorstellen dat de mensen het Land van Kuik hebben. Ik wil ook kezen. Komt er ook een Land van Kuik toernooi?
Ja, wie zal het zeggen? We beginnen klein en ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Willen mensen meer weten? Wie kunnen ze dan contact opnemen? Ze kunnen een mailtje sturen naar keesengraven@gmail.com. Nou, Keese. En dan is Keese met K-E-E-Z-E-N. Dat het weten. Keese, jongens. Veel plezier. Dankjewel. Tijdens de eerste carnavalsavond in Pottersburg vond een drama plaats. De 67-jarige oud-prins Harry de Greef overleed tijdens een gezellige graafse avond in de feesttent aan de Loswal. Harry was een zeer bekende en geliefde gravenaar en lid van het oud-prinsenconvent van Pottersburg. Voor Pottersburg, voor God, voor Harry de Greef. Schut, vuur! Aanstaande zondagmiddag zal Harry vanaf de Koninginnedijk worden begeleid naar de Greef Caravans aan de Arnhem van Gelderweg, waar gepast afscheid wordt genomen. En dan het weer in het land van Kuik. De komende dagen is het wisselvallig met regelmatig regen en af en toe een zonnetje. De temperaturen schommelen tussen de 9 en 13 graden. Vanaf zondag is het een aantal dagen droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Na het weekend wordt het kouder, maar het blijft droog. Dit was het streeknieuws van deze week. Heeft u tips? Stuur deze dan naar streeknieuws@omroeplvc.nl. Een fijne dag!